Lobo is een Spaans woord voor wolf. Het was lobos, wolven. Ik vond het mooi klinken, Lobo. Kort en krachtig. Als iemand mij belt van ik wil graag mijn hond meegeven, hoe zit dat? Dan maak ik een afspraak met diegene en dan ga ik langs thuis. Kijk ik wat voor hond het is en de mensen kunnen kennis maken met mij. Als ze denken, ja, dit gaat wel wat worden. Ik vraag ook al, denk je dat de hond het leuk vindt om in de auto te gaan, met al die honden mee te gaan. Of ze het leuk vinden, dat ze lekker kunnen ravotten. Als dat allemaal zo is, dan laat ik mensen een formulier invullen. Dus een inschrijfformulier met alle gegevens van de hond en ook van de eigenaar. Ik moet de eigenaar altijd kunnen bereiken als ik wandel. Want als er iets gebeurt met de hond of als ik vragen heb, dan moet ik kunnen overleggen. Ook een van de vragen op de formulier is, u geeft de hond mee op eigen risico. Daar moeten we een handtekening voor zetten. En de hond is verzekerd middels de eigenaar. De eigenaar heeft meestal een WA-verzekering. En op een WA-verzekering, een wettelijke aansprakelijkheid, is ook altijd één hond mee verzekerd. Ook al gaat hij met derde mee. Dat is dan in principe een verzekering voor als de hond mij ontspringt, dat hij er vandoor gaat en hij rent tegen een auto op. Hij maakt schade tegen die auto of dat soort dingetjes, dan is dat vergoed. Als er een contract is voor de afgeven van de huissleutel, in principe niet zo formeel. Ik heb wel het inschrijfformulier. Soms vragen ook over hoe doen we het, krijg ik een sleutel. Mensen geven gewoon in alle goede vertrouwen de sleutel mee en die heb ik. Ik wil de honden dus verantwoord vervoeren en meestal tussen 12 en 13, 14 honden kunnen er in de auto op een goede manier. In principe letten we niet op het ras. Ik heb een roedel, dat is één roedel per dag, omdat ik een uur wandel en ik doe alle honden in één keer. Elke hond die aangemeld wordt, ongeacht ras of grootte, of nou, dat wil ik niet helemaal zeggen grootte, maar als een baasje ervan overtuigd is dat de hond goed is, goed gesocialiseerd, niet vecht, dan is hij welkom. Reu en Teven worden gelijk uitgelaten. Dat gaat goed allemaal. De meeste honden zijn gecastreerd, gesteriliseerd. Het zijn wat ongecastreerde, ongesteriliseerde teven. En dat gaat allemaal goed. Als een hond loopt, is een teefje, mag ze 3 weken niet mee. Want het geeft heel veel onrust in de roedel. Er zijn altijd reuwen die daar op willen rijden. Dat wil ik niet. Ik heb eigenlijk 2 of 3 kleine honden meegehad, bewust, omdat die of te fel is op andere honden of bang is voor grote honden. Ik bouw dat op. Ik laat de hond toch meegaan. En eigenlijk merkt zo'n klein hondje al heel snel dat het allemaal wel meevalt. Omdat de roedel waar ik mee loop, die honden zijn allemaal goed gesocialiseerd en er wordt niet gevochten. En in het begin is dat best wel heel angstig voor zo'n hondje. Maar als hij merkt van hey, het is hier wel prettig en ik word met rust gelaten en het gaat allemaal heel goed, dan meestal wordt het wel binnen 2 of 3 keer dat hij beseft van dit is leuk, gaat het goed. Een hond geef ik geen muilkorf om, omdat dat in principe onnatuurlijk is. En als een hond een muilkorf, dan voelt hij zich niet prettig. Want dan zit zo'n ding om zijn snuit, hij staat druk mee en dat geeft voor andere honden ook iets aandacht en dat geeft onrust. Als een hond bijt, mag hij niet mee. En muilkorf niet, nee. Ik gooi ook niet bijvoorbeeld tijdens het wandelen met stokken of ballen, omdat dat ook allemaal onrust geeft. Omdat een hond best wel fel kan zijn op een bal of een stok. Want het is zijn stok en zijn bal. En dat kan vechten geven. En dan als je in een roedel vechten krijgt, dat moet je voorkomen. Maar de honden worden in principe op een speelweide uitgelaten. Dat is een stuk land wat ik pacht van de waterschap. Het is omheind terrein. Er staat een 1,20 meter hoog hek omheen.
En dat moet ik zelf onderhouden ook. Er staan bomen op, hoog gras, laag gras. Ik heb wat paden. Ik maai het gras. En verder kunnen de honden daar niet weglopen. Ik kan er met mijn auto oprijden. Ik heb de sleutel van het hek. Hek open, auto op de trein, hek dicht. En dan laat ik alle honden uit de auto stappen. En die kunnen dan hun gang gaan. Maar wat ik doe, ik loop een uur lang tussen het terrein, heen en weer. Ik ruim wat poepjes op en zo lopen we een uur te keuteren. De honden lopen te dollen en ik ben niemand tot overlast. Wat dus ook bijzonder is aan de honden uit aan Lobo, is dat alle honden na twee of drie keer in de gaten hebben dat het een feestje gaat worden. En dat is ook mijn doel. Een uur lang hond zijn, dolle, gek doen, rollen door allerlei viezigheid, door de regen wandelen en alles mag. Een duik nemen in de sloot en daarna weer lekker terug naar het baasje. En alle honden hebben heel snel in de gaten dat het ook... Een feestje is bij Lobo.